Als een jongen wordt geboren, is een lichaam kant en klaar. Alles moet alleen nog groeien, hier en daar komt nog wat haar. Als een meisje wordt geboren, is het een moeilijker geval. Niemand kan haar nog vertellen hoe haar voorkant worden zal. Rond of spits, of groot of klein, dat zal een verrassing zijn. Net zoveel als Beatrix, of misschien wel bijna niks. Ach, de tijd zal moeten leren of het op appels lijkt of peren. Als je in de klas een beurt krijgt en je staat zo voor het bord, zie je jongens zitten gluren of het misschien al wat wordt. 'S Avonds kijk je in de spiegel, heel onzeker ben je dan. Bijna roep je 1, 2, 3, 4, komt er nog wat van? Rond of spits, of groot of klein, dat zal een verrassing zijn. Net zoveel als Beatrix, of misschien wel bijna niks. Ach, de tijd zal moeten leren of het op appels lijkt of peren. Als het zo ver is gekomen, zul je denken vroeg of laat dat je met totaal verkeerde borsten door het leven gaat. Hoe ze ook zijn uitgevallen, jij vindt dat er wat aan scheelt. Tot er iemand is gevonden die ze mooi vindt en ze streelt. Rond of spits, of groot of klein, dat zal een verrassing zijn. Net zoveel als Beatrix, of misschien wel bijna niks. Ach, de tijd zal moeten leren of het op appels lijkt of. Dank u wel.